Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven de Noordzee en boven Nederland, maar er zitten ook een paar opklaringen intussen. Dat betekent dat we ook vandaag weer een mengeling hebben van wolkenvelden en zonnige momenten. Meeste zonneschijn verwacht ik in het noorden en oosten. Gek genoeg zijn dat ook de regio's waar de kans op buien vanochtend het grootst is. Vanmiddag dan de meeste bewolking in het binnenland en opnieuw vooral de buien in de oostelijke provincies. En dan lijkt het vanuit zee wat beter op te klaren. Temperaturen 13 op de wadden, 16 à 17 in het zuiden. Vanavond brede opklaring in het westen van het land en de buien in het oosten verdwijnen, dus zo goed als overal droog. Temperaturen halverwege de avond 12 à 13 graden. Morgen is het wat beter weer, de kans op een buis klein. Er zijn nog steeds wel wolkenvelden, maar de zon breekt ook wat vaker door, daardoor wordt het iets zachter, 15 tot 18 graden. Donderdag wordt het dan opnieuw wisselvalliger met buien en veel wolken en de temperatuur levert een graadje in. Ook vrijdag en zaterdag moeten we rekening houden met buien, maar totaal verregende dagen zijn het niet. Temperaturen zijn wel zeer mager, zowel vrijdag als zaterdag met moeite 15 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.